in, buurman? Ik heb er altijd zin in. Jij hebt er zin in? Jawel. En wat ga je nou voor vandaag maken? Ik was met dat mandje bezig en dan ga ik nog even mee verder. En dan begin ik me maar al aan een bijenkorven, denk ik. Ja. En weet je, houdt het veentje vol? Kun je dan een mandje maken? Nee, dat kan ik niet. Nee, dat lukt niet. Nee, want een flinke bijenkoffer gaat best heel vluchtwerk. Nou, een uur of 5, 6. Oh, ja. Met mijn wagen hier zit, dan doen we er wel 3 dagen over. Hè? Ja, inderdaad. Ja, heb je gewenst te woord staan? Dat probeerde hij. Hij wordt nou van dichtbij gefilmd. Is waar. Hij zit er bij je nu? Nou, denk ik niet. Ik heb je ook vies. Ja, dan ga je splitsen. Nee, ik ben bezig met half 8. Zo. Klieven. Ja. Dat is een kliefhoutje. Ja. Maar hij moet in 3 en niet in 2. Nou, dat geeft niet, dat komt wel. Kijk eens, een kliefhoutje. En dan gaat je in 3. En als je groot is, gaat je in 4. Zo. Ja, heel eenvoudig, maar wel goed. Heel simpel. Heel simpel, hè? En heel sterk, hè? Ja. Ik ben nog een klein beetje. Natuurlijke hout, hè? Dat is, Frans geel. Oh. En waar haal je dan nog? Dat heb ik zelf mee. Waar heb je dan zelf in dit? Want ik doe dit doe ik al wel 60 jaar. Hè. Ja, ja. Dus dan moet, als je er zelf niet voor zorgt, dan spulletjes. Dus heeft u een grote tuin? Nou ja. 20.000 meter. Hoeveel? 20.000 meter. Oh. Een paar voetbalvelden. Ja. Heel wijd van de voetbalde wereld. Ja, achteraf. Waar? Nog een kilometer van de buren in het Rijsbroek. Oh, het Rijsbroek. Ja. Oh, Walter. Ja. Dan zou je zeggen, nou hou ik niks over, hè? Nee. Nee. Nou, zeg. Ja. Ja, weet je wat nou zo erg is? We kunnen 100 kilo wagen. Ja. Ja, zo sterk, hè? Zo verschrikkelijk sterk. Ja. Ja. En dan maak ik ooit voor. Bij jou, hè? Ja, dus vind ik er zo niks aan, die dingen, hoor. Alles heeft een charme, hè? Ja. Ja, het begint met de bijen en je weet nooit wat geëindigd zijn. Ja, door die bijen maar de korf maken, ja. Dan kan het daar beginnen mee. Ja. De bijtjes. En dan een opvolger? Nee? Nou ja, ik heb eigenlijk heel veel mensen die het nog doen. Maar toch? Jawel. Ja. Maar niet meer willig. Allemaal meer auto's. Willig is te bewerken. Ja. Dat origineel is wel willig van vroeger, denk ik. Ja, willig en bram. En die willig is Frans geel. Ja, dat ik zelf dan. Die klief ik in 3. En dan is hij heel sterk. En zo steekje voor steekje, want we noemen het eigenlijk ook breien. Ja. Maak ik een gaatje en dan. Dus met alles moet er heel veel geduld hebben. Ja, en dat is het allereerste. En geduld is het allereerste. Ja. Maar ja, och. Maar het is wel zo, als je zo bezig bent, dat is ook voor jezelf heel prettig. Hè. Ik zeg altijd, als ik thuis zit te vlechten.
Die tijd dat je dan zit te vechten, dan staat de tijd stil, hè. En als de tijd stil staat, ben je een nemer. Maar er is plastic of kunststof in ieder geval. Wat? De buisje dat wat nou onder de hand zit. Oh, ja. Ja. Dan moet eigenlijk een... Want, ik bedoel, dat hadden ze vroeger dus niet, hè? Nee, nee. Dan hadden ze een hoorntje van een koe of zo, hè? Ah, zo. Ja, ja. En daar een stukje van af, zo. Ah, nou, want daar heb ik ook... Dat zal er wel ergens in liggen, hoor. Ja, want dit is duurzamer. Maar... Ja, die maten tegenwoordig, ja, dat doe ik aan. Dat is inderdaad. Ja, nee. Maar ja. En ik nou af, heb ik, he? Nou heb ik deze Willy, die heb ik nou 14 dagen buiten gelegd. Want normaal in deze tijd gaat de schilder af. Ja. Dan gaat de schilder af en dan werkt niet zo prettig. Tenminste, dat is niet zo mooi. Dan krijg je de... Ja, dat komt je wel anders uit. Ja. En die schil blijft er nou wel aan zitten? Ja. Ja? Ja, ik heb geprobeerd, hè. Dus ik heb ze geprobeerd om ze te laten drogen. Ja, want je kunt ze eigenlijk pas zo goed gebruiken als het blad gevallen is. En dan blijft er de schil aan. En dat is nou niet. Ja. Het is maar om te laten zien waar jullie nou hè. Ja. Kunnen ze dan ook maar een bepaalde tijd van het jaar gebruiken? Nee. Want als ik ouwe heb, al is je 10 jaar oud en ik doe ze dus 14 dagen in het water, dan kan ik het in doen. Ja? Ja. Nou? Ik ga even gelijk hier, Pieter. Nou lukt dat weer, hè. Kijk maar, de schil gaat eraf en dat is ja. Op een gegeven moment zo veel hout is, het dan niet meer gaat, als het dan zo lang geleden. Ja, maar het is allemaal 1 jaar een schot, hè. Nu wil ik, hè. Ja. Ja, die worden altijd gestuurd. Dus, kijk, dus hier, dus zei je. Ja. Het schil gaat eraf, maar ja, dat is niet zo, niet zo erg. Ja, het is wel zo dat dit vlechtwerk, dat is zo hard. Dat is net eikhout, hè? Ja, ja. Ja, want ja. Met dat is zo sterk, dan kunnen we een auto overrijden. Dat is zo verschrikkelijk sterk. Ja, ja. Dat is ongelooflijk sterk. Ja. Dat is ook strooien, Willy. Ja, ja. Dat is. Ja. Dat is ook, hè? Dat is net zo stevig, hè? Ja. Nou, bedankt. Heel graag gedaan. Ja. Zo net niet afgewerkt, om dit, hè? Ja, ja, ja.